Binnenkort gaat de Cube Queen vrijkomen en er gaat een groot feest komen in Pleasant Park. Maar voordat we gaan beginnen met deze video wil ik eerst even een hele dikke shout-out doen naar Alex. Want hij heeft namelijk de Ariana Grande skin gekocht met Supporter Creator Code teveel gevraagd. Dus even een hele dikke shout-out naar jou. In deze video gaan we het dus hebben over wat er gaat komen bij de V18.30 update. En wat we dus kunnen gaan verwachten. Want deze update gaat volgende week dinsdag al uitkomen. Tenminste, dat zeggen vrijwel alle leakers, mensen die er verstand van hebben. Dus laten we er maar even vanuit gaan dat aankomende dinsdag er een update uitkomt. En die dinsdag zal ik ook live zijn. Dus zorg ervoor dat je ons even volgt op Twitch. Want de vorige keer, dus afgelopen dinsdag, was het super gezellig en hadden we meer dan 1100 kijkers. Even een shout-out naar iedereen die daarbij was. Maar we gaan het hebben over de V18.30 update. En deze update gaat niet mega groot worden. Dat is een beetje wat ik verwacht. Ik verwacht 1 à 4 gigabyte. Ligt eraan welke console. PC's die meestal 1 gigabyte. Dan. En dan zal die op bijvoorbeeld de PlayStation 4 gigabyte zijn. Want ja, dat is nou eenmaal vaak zo. Op dit moment zijn er iets minder dan 500 beelds gevonden. Normaal gesproken zijn het er zo tussen de 600 en 800. En soms zelfs over de 1000 beelds. Dat houdt in hoeveel updates er ongeveer in zitten qua files en zo. Allemaal heel technisch. Maar het komt erop neer dat het op dit moment nog niet zo erg groot is. Maar het kan zijn dat er dus dingen gaan veranderen. En dat er dus meer beelds aan worden toegevoegd. Waardoor de update ook automatisch groter wordt. Trouwens, dit is niet de ene laatste, maar de ene laatste. Er komen nog maar 2 updates en dan is het einde van het seizoen alweer. Dus ja, we zitten al bijna aan het einde van het seizoen al wel. Dat is ook niet helemaal waar, we zitten ongeveer op de helft nu. Maar nog maar 2 updates, denk er maar over na. Dat duurt niet heel erg lang meer. Maar in ieder geval, wat gaat erin komen? Nou, het eerste ding wat er sowieso gaat komen is de Cube Queen. Ze heeft volgens mij officieel een andere naam, maar Cube Queen vind ik de mooiste naam. Dus ik ga haar gewoon Cube Queen noemen vanaf nu. En die gaat 25 oktober uitkomen. En 25 oktober is op een maandag, bedenk ik me nu. Oh, dat is helemaal stom. Ik dacht dat dat op dinsdag was. Nou ja, maakt ook niet uit. De Cube Queen gaat maandag uitkomen. Dat is de dag voordat dus de update uitkomt. Maar er gaan waarschijnlijk nog allerlei andere dingen in de update komen die te maken hebben met de Cube Queen. En trouwens, op 25 oktober zal ik ook een video maken over hoe je de Cube Queen kan unlocken en wat je daar dus voor moet doen om hem snel te unlocken. Maar we kunnen in ieder geval bij de update allerlei andere dingetjes rondom de Cube Queen gaan verwachten. Want de Cube Queen zit dus al in de files. En als het goed is zitten de quests er ook al in. Maar die zijn als het goed is ook encrypted. Dus dat weten we nog niet helemaal hoe dat in elkaar zit. Maar in ieder geval, de Cube Queen, daar gaan we dus meer over zien. Er gaan meer dingen rondom komen in de update. Maar hij komt dus al op maandag uit. Dan het volgende zijn bugfixes. Die kunnen we sowieso gaan verwachten. Ik heb er 2 opgeschreven. De eerste is de error die je krijgt als je een spectate bij iemand anders in de match. Dus stel je zit niet in de game en je wilt bij iemand even kijken, dan join je die game als spectator. Het kan dus zijn dat je dan een error message krijgt en dat je dan niet kan meekijken. En dit is natuurlijk heel erg vervelend. En dit gaat als het goed is gefixt worden. Het kan zijn dat dat niet zo is. Dat weten we natuurlijk niet 100% zeker. Maar hij staat in ieder geval op hun bord, hun Trello-bord, waar ze dit soort bugs bijhouden. Dus die staat erop en die kan dus gefixt worden. Het tweede ding is dat wapens soms verdwijnen uit chesten of supply drops. Dus stel je opent een chest, dan kan het zijn dat het wapen opeens poef weg is. Ja, dat is heel vervelend. Ik heb het al een paar keer meegemaakt dat er dus geen wapen in de chest zat en dat die dus verdwijnt. En dat is natuurlijk heel erg vervelend. Over wapens slash items gesproken, er kan natuurlijk een nieuw wapen komen. Op dit moment weten we daar niet heel veel over, want ja, er is niet echt iets geteased of geleakt. Eigenlijk alles wat geteased of geleakt was, dat is al uitgekomen. Maar ja, de kans zit er dik in dat we in ieder geval nog wel iets gaan krijgen. Maar wat? Dat weten we niet. Het zal waarschijnlijk dan Halloween gerelateerd zijn, want Halloween gaat komen. En over Halloween gesproken, we gaan natuurlijk meer over Halloween krijgen. We gaan waarschijnlijk meer Halloween skins krijgen. We gaan misschien meer Halloween map changes krijgen. Misschien meer Halloween quests, noem maar op. We gaan meer met Halloween krijgen, want tijdens deze update gaat natuurlijk Halloween nacht komen. Dat is die zondag meteen al. Die zondag dus in die week waar de update uitkomt. Dus we kunnen ook meer map changes verwachten. Dus laten we ook doorgaan naar de map changes. Want wat kunnen we daarvan verwachten? Het eerste ding is dat de corruption zone waarschijnlijk gaat veranderen. Of het gaat meer groter worden. Dat bruine gedeelte, oranje-bruine gedeelte. Of het gaat juist kleiner worden. Het zal allebei kunnen. Maar één ding wat we wel zeker weten is dat de Cube Town gaat veranderen.
andere. De Cube Town heeft namelijk 18 stages. Dus die gaat waarschijnlijk op allerlei verschillende manieren veranderen. En er zijn dus heel veel mensen die beweren dat alles groter gaat worden. En dat de Cube Queen alles een beetje... Ja, die veroorzaakt dat. Die veroorzaakt dat de wereld gaat veranderen. Dus ja, misschien dat de hele wereld straks wel één grote Cube Town is. Het zou een beetje raar zijn, maar het zou zomaar kunnen gebeuren. Dan het volgende is dat er een feest gaat komen in Halloween. Ik begon aan het begin van de video had ik het hier al over, maar we zagen dat namelijk in de trailer dat er een echt een groot feest gaande is, een Halloween party in midden in Pleasant Park, echt op dat voetbalveld. En dat is op dit moment nog niet het geval, dus die map change moet gaan komen. We gaan waarschijnlijk dus een groot feest krijgen, of er ook een live event aan verbonden zit. Dat weet ik niet. Ik hoop het wel. Maar ik weet het dus niet zeker. Het zou kunnen zijn, want het is op zondag natuurlijk. Halloween dit jaar. Dus het zou wel goed passen. Ik zou het heel tof vinden. Ik hoop dat jullie het ook tof zouden vinden. Laat even weten in de reacties of ja, dat ze graag zou willen. Dan de laatste map change die gaat komen. Die is ook zeker weten mega interessant. Namelijk de I.O. truck. Wat gaat die doen? Die is op dit moment voorbij Retail Row. En die zit bijna bij de bunker. Gaat hij de bunker in of... rijdt hij door naar een andere locatie? We weten het op dit moment dat ik het opneem nog niet. Maar we gaan er waarschijnlijk aankomende dinsdag achterkomen of hij er voorbij rijdt. Of dat hij richting de bunker gaat. En misschien gaat hij al wel door de bunker. We weten het niet zeker. Maar het is in ieder geval heel interessant dat hij die kant op rijdt. Epic Games doet dat in ieder geval niet voor niets. Nou, dit zijn zo'n beetje de dingen die we kunnen gaan verwachten bij de V18.30 update. Het gaat in ieder geval een grote en een vette update worden. Aankomende dinsdag, nogmaals, ben ik dus live op Twitch. Zorg er even voor dat je ons volgt. En wie weet gaat het weer hartstikke gezellig worden. Abonneer op de Wilgevraagd met een belletje aan. Klik op de video zometeen in beeld. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei!